Hoi allemaal, jawel, hier is het volgende dicté voor de Kanya-klas. Het is vandaag een zoekdiktee. En dan denken jullie, wat is nou een zoekdiktee? Nou, een zoekdiktee is hartstikke leuk, dus let maar op. Een zoekdicté, je krijgt zometeen letters van mij. Je zoekt woorden. Dan schrijf je de woorden op. En wat voor woorden moet je zoeken? Bij de eerste opdracht ga je woordjes zoeken, zoals lucht en wacht, die woordjes ga je zoeken. Bij de tweede opdracht ga je nk-woordjes zoeken, zoals bank, en ng-woordjes zoeken, zoals ring, dat is bij de tweede opdracht. Bij de derde opdracht ga je eer-, oor-, eur dus beer-, boor- en deur-woorden bijvoorbeeld. Wil je jezelf wat moeilijker maken? Dan kun je per opdracht, ik heb het hier bladzijde genoemd, maar per opdracht de stopwatch op één minuut zetten. Dat is een leuk ideetje. Wil je het jezelf makkelijker maken en heb je meer tijd nodig om woorden te zoeken? Dan zet je bij elke opdracht gewoon de film even stil op pauze. En zolang als jij nodig hebt. Ik wens jullie veel succes. Hier komt de eerste opdracht: Deze letters heb je. En maak nu, zoals hier beneden staat, zoveel mogelijk woorden met Zet de zandloper of zet de film even op pauze. Neem je eigen tijd en je eigen uitdaging. Ik ben benieuwd. Ik klik nu door naar de volgende opdracht. Dit is opdracht 2. Maak zoveel mogelijk woorden met n van ring of nk. Van bank. En je hebt heel veel letters. En hier staat de n en de g en de n en de k. Want die mag er dan niet tussen, hè? Dat was al bekend. Succes met het vinden van de woorden. Wil je meer tijd, zet je de film op pauze. Wil je jezelf een uitdaging geven, zet je de zandloper op één minuut. Succes. Ik ga door naar de volgende opdracht. Maak zoveel mogelijk woorden met eer, oor en uur. Ik ben heel benieuwd welke jullie allemaal gaan bedenken. Ook nu kun je de tijd weer neerzetten op één minuut. Of je zet de film op pauze en zoekt zoveel mogelijk woorden in alle rust, zonder de tijddruk. Hierna zie je mogelijke antwoorden. Maar misschien heb jij er wel veel meer gevonden. Dat zou super knap zijn. Deze muis is nog diep aan het nadenken. Hoeveel zou hij er gevonden hebben? Let op, op de volgende afbeelding zien jullie zoveel mogelijk woordjes, maar misschien heb je er dus wel meer gevonden. Deze hadden het kunnen zijn. Lacht, lucht, licht, zacht, zucht, zicht en macht. En bij de tweede opdracht was dat ring, rang, ving, vink, vang, denk, dank, gang, kring, dring, drink. En hier heb je dan veer, keer, heer, beer, door, hoor, voor, keur, geur, boor. Misschien hebben jullie er nog wel meer gevonden. En dat is dan echt super knap. Goed gedaan! Ik ben benieuwd wat ik van jullie terugzie op de WhatsApp-fotootjes. Super goed gedaan! Wees trots op jezelf als je dit dictaat hebt gemaakt. Je hebt je best zeker gedaan. Tot de volgende keer!